Het is tijd voor het laatste interessante aandeel voor dit jaar. We hebben nu dit jaar ook iedere maand weer een nieuw interessant aandeel behandeld. En het wordt steeds lastiger om een interessant aandeel te vinden. Juist omdat de markt nu. Ja, kijk wat voor rendementen we het afgelopen jaar hebben kunnen maken. Maar ik heb weer een aandeel gevonden dat ik interessant vind. Zowel voor de korte termijn, maar ook zeker voor de lange termijn. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werk qua we een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. In deze video gaan we dus wederom een interessant aandeel bekijken. En het aandeel wat ik deze maand wil gaan behandelen is Taiwan Semiconductor Manufacturing met tickersymbool TSM. En laten we dan beginnen met de laatste kwartaalcijfers die ik heb kunnen vinden. En dat zijn de gegevens die bekend werden op 14 oktober van dit jaar. Als we hierin gaan kijken hoop ik eigenlijk marktaandeel ook te kunnen zien, maar dat is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk vrij ja, relatief beperkte informatie die we hierin terugzien. Maar scrollen we even verder, dan kunnen we bijvoorbeeld eerst kijken naar het derde kwartaal van 2021. Dat is, dat is eigenlijk waar het over gaat. En dit zijn dan de resultaten en hiervoor zien we de guidance. Nou, we zien dat ze eigenlijk bovenaan hebben gepresteerd wat betreft omzet. Ze hadden zelfs 14,9 miljard. Ver, uh, verwacht. Dat is bijna geworden. De marge die zit ook zeker bovenaan. 51,3% is het geworden. De operating marge 41,2%. Uiteindelijk een netto marge van 37,7%. Uh, heel erg hoog. Zeker in een, ja, eigenlijk, zeggen een sector waar veel concurrentie is. Maar over marktaandeel gaan we zo meteen nog even kijken. Gaan we verder kijken, dan kun, waar komt die omzet vandaan die TSM heeft? Uh, dan komt eigenlijk het grootste gedeelte wat betreft technologie van chips die 7 nanometer of kleiner zijn. En dan is het dus eigenlijk 7 en 5 nanometer. Je kunt ook hier rechts zien dat de laatste anderhalf jaar, laten we zeggen, ze bezig zijn met die productie van chips op 5 nanometer. En dat dat dus een belangrijk onderdeel van de, van de, van de omzet is. 5 nanometer is op dit moment uh, de kleinste. Ja. Yeah. De kleinste maat zeg maar, waar chips op gemaakt kunnen worden. Dus je kunt ook zien dat uh, TSM zeker ja, een van de voorlopers is. Ze hebben grote productiecapaciteit wat betreft deze, deze formaten. Dus um, zeker een pluspunt voor TSM. Kijken we naar het platform waar de omzet vandaan komt en vooral ook waar de groei zit. Dan zien we dat eigenlijk bij alle sectoren, alle platformen zeg maar, groei is gezien. Automotive 5%. Internet of Things 23%, HPC 9%, smartphones 15%. Um, een klein verliesje, maar dat weegt eigenlijk niet op tegen de rest. Zeker als je gaat kijken hoe groot ook deze, deze segmenten zeg maar zijn. Veruit de meeste omzet komt bijvoorbeeld voor chips van smartphones. Grote afnemen hiervan uh, bij uh, TSM is bijvoorbeeld Apple. Goed voor zo'n kwart van de omzet in dit geval. En daar, ja, de rest wordt eigenlijk een beetje verdeeld. IoT is wat klein. Klein percentage. Is niet altijd per se nodig dat daar de nieuwste chips, de kleinste chips in zitten. Um, maar het is natuurlijk wel een segment wat ik denk dat ook de komende jaren nog flink gaat groeien. Heel veel dingen, steeds meer dingen hebben één of meerdere chips. Automotive is klein met 4%. Uh, dit zijn vaak wat grotere chips, maar in ieder geval, afgelopen jaar was daar wel natuurlijk heel veel vraag naar. En kijken we dan nog even verder, dan is het vooral de guidance die ze zelf nog aangeven voor dit kwartaal. Ze gaan wederom uit van een. Omzet van iets meer dan 15 miljard, dus iets meer dan dat ze in het afgelopen kwartaal hadden. Een gross profit van 51 tot 53 procent. En een operating margin van 39 tot 41 procent. Dus allemaal net iets meer dan het afgelopen kwartaal. Um, ja, we hebben nog steeds te maken met chiptekorten. Ik denk ook heel veel vraag het huidige kwartaal dit is ook het kwartaal met feestdagen mensen krijgen misschien een leuk cadeau of doen zichzelf iets leuks cadeau van een nieuwe telefoon of zo dus dat is zeker ook iets waar TSM van kan profiteren op de korte termijn marktaandeel kon ik dus niet vinden in deze presentatie, is het eigenlijk in deze kwartaalschrijvers. Maar ik vind het wel heel belangrijk om te zien, ja, omdat je kunt kijken wat voor positie heeft een bedrijf. Dus ik ben hier naar op zoek gegaan en ik heb deze informatie natuurlijk wel gevonden. En als we daarin gaan kijken, dat ja, TSM is een foundry wat ze noemen. Ze maken dus uh, chips op basis van de ontwerpen van anderen. Apple bijvoorbeeld levert zelf een ontwerp aan en uh, TSM maakt die chip na, ja, zoals Apple het eigenlijk zou willen. Kijken we dus naar het marktaandeel binnen deze foundries zoals we dat noemen. Dan heeft TSM een marktaandeel van 56%, terwijl dat een jaar geleden nog 53% was. Kijken we naar concurrenten, wie heeft het rest van het marktaandeel? Samsung is dan bijvoorbeeld tweede met 18% marktaandeel, gevolgd door Global Foundries met 7%. TSM heeft dus een groot marktaandeel bij deze foundries. En dat levert ze ook een enorm voordeel op eigenlijk. En dat is dat ze prijzen kunnen bepalen. Ze hebben, ja, bedrijven zijn afhankelijk van hun bijna wel. En zeker in de huidige markt waarin we nu zitten. En het is dan goed om te zien dat ze afgelopen jaar bijvoorbeeld al 15 tot 20 procent prijsverhogingen hebben doorgevoerd. En ook zo'n verhoging staat voor volgend jaar nog op de planning. Al gaat het dan om zo'n 10 tot 15 procent. En dat is natuurlijk fijn omdat ook een bedrijf als TSM heeft te maken met stijgende grondstof Kosten, andere kosten, inflatie. En dan is het heel erg fijn dat je als bedrijf zijnde ook in de gelegenheid bent. Om deze stijgende kosten door te belasten, door te berekenen aan jouw klanten. Zodat je zelf je marges ook op pijl houdt. En misschien zelfs nog wel je marges kunt verhogen. Om ondertussen maar vast wat extra uh, ja, prijsverhoging door te voeren. Zodat je meer winstgevend wordt. Dus het ziet er heel interessant uit. En dat hebben ook analisten in de gaten. Kijken we naar koersdoelen. Te beginnen via Seeking Alpha. Elf analisten hebben een koersdoel gegeven voor het aandeel. Gemiddeld komt dat uit op 145 dollar. Met het hoogste koersdoel op 207 dollar en het laagste ongeveer op de koers van dit moment. Kijken we naar Simply Wall Street, dan zien we dat daar het aandeel nu zelfs 12% zou zijn ondergewaardeerd, volgens de berekeningen die zij toepassen. En het is natuurlijk leuk om te zien dat de bedrijven het nu al heel erg goed doen. Dat ze natuurlijk in een sector zitten die waarschijnlijk de komende tijd ook nog heel goed gaat presteren. En dat analisten er positief over zijn. Maar het is denk ik ook heel belangrijk om zelf vooral onderzoek te gaan doen. En niet alleen maar uit te gaan van de informatie die we nu hebben. Dus laten we overstappen naar de website Tools. om juist zelf het onderzoek te doen. En zoals je misschien wel weet is dit de website die ik eerder deze week uh, heb gelanceerd. Die juist jou de tools geeft om ook ja, makkelijk zelf dat onderzoek te doen. Dus laten we gaan naar het dashboard. We gaan naar de aandelen en ik heb hem hier nog niet tussen staan, dus we zoeken hier even op TSM. En dan is het degene die bovenaan staat, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. We um, dus krijgen hier ten eerste een, zeg maar een overzichtje van het bedrijf, een behoorlijke beurswaarde, zoals we eerder al zagen, een bruto marge van boven de 50%. Een netto marge van in dit geval 41%. Dat hebben ze al langere tijd en dat weten ze nu nog steeds zo te houden, mogelijk dus zelfs wel te verbeteren. Dus laten we vooral eerst gaan beginnen met de checklist om even snel een ja, goed inzicht te krijgen, of in ieder geval een idee te krijgen op 12 punten rondom dit aandeel, zodat we ook weten waar we de rest van het onderzoek naar moeten gaan kijken. En als we dit zo zien, dan kun je eigenlijk al vrij snel eruit afleiden dat de twee rode punten Punten zijn rondom de waardering, het PE-ratio, oftewel de koers en de price-to-free cashflow, die liggen in ieder geval hoger dan dat wij zouden willen zien. Is dat erg? Op zich niet per se. Het hangt er een beetje vanaf van hoe hebben ze in het verleden gepresteerd, uh, hoe wordt het segment waar dit bedrijf in zit, hoe wordt dat standaard al gewaardeerd en natuurlijk wat is de winst- en omzetgroei geweest de laatste jaren. Nou, de laatste vijf jaar 40% meer omzet. 53, 54 procent meer winst. En ook een free cashflow die bijna met 50 procent is gestegen. Dat is natuurlijk heel erg goed om te zien dat het bedrijf. Ondanks dat het al best wel groot is, nog steeds weet te groeien. Geld dat ze verdienen, zullen ze ook vaak terugstoppen in het bedrijf, investeren in de toekomst, om in de toekomst natuurlijk ook nog verder te groeien. Dat zien we ook. Ze gebruiken bijvoorbeeld niet om eigen aandelen op te kopen. Het aantal aande uitstaande aandelen is het afgelopen vijf jaar niet veranderd. Ook een positief punt. Ze hadden ook extra aandelen kunnen uitgeven om nog meer geld op te halen. Om nog sneller of meer te investeren. Blijkbaar is dat niet nodig. In ieder geval interessant voor jou als aandeelhouder, zijnde. Um, ze keren wel een dividend uit. En dat is zo'n 85, 86 procent van de free cashflow de afgelopen jaren. Gaan we vooral hier rechts kijken. En dat is denk ik nu steeds belangrijker, wordt dat. Naarmate inflatie stijgt. Nou, daar hebben we net gezien dat zij in ieder geval de kosten weten door te berekenen. Is het in ieder geval heel belangrijk om ook te gaan kijken naar bedrijven. Die een ja, goede schuldpositie hebben, oftewel die niet te veel schuld hebben. Want mocht het dadelijk minder gaan, gaat inflatie stijgen, gaan aandelenkoersen onderuit, um, gaat het misschien wel eventjes een tijdje minder met de economie. Dan is het voor deze bedrijven, nou, die moeten natuurlijk nog wel steeds rente betalen, aflossing betalen op deze schulden. Als er dan minder geld binnenkomt wordt dat lastiger, dus je wilt vooral ook, denk ik in ieder geval, steeds meer gaan kijken nu. Uh, tenminste, dat heb ik, dat ik steeds meer hierop ga kijken van: hoe is de schuldpositie van een bedrijf? Nou, de schuldratio is 0,38, heel erg goed. En als ze zouden willen, zouden ze in plaats van dividend uitkeren, een jaartje lang al het free cash flow gebruiken om de schuld af te lossen. Natuurlijk zullen ze nooit het hele dividend afbouwen, want dat is vaak wel belangrijk voor dividendbeleggers. Maar in ieder geval de mogelijkheid is er om dat te doen. En zo zie je dus dat eigenlijk binnen één jaar tijd, mocht het gebeuren, ze van de hele schuld af zijn. We kunnen vervolgens ook nog even gaan kijken naar de cijfers van het bedrijf om even de laatste tien jaar inzichtelijk te krijgen. Dan hebben we hier de resultatenrekening met de omzet. En hier zien we dan wel dat het over Taiwanese dollars gaat. Dus niet het aandeel zelf is in Amerika genoteerd. Wordt in dollars verhandeld, maar de omzet rekenen zij in. Uh, ja, ze komen uit Taiwan, daar is de fabriek, wordt dus in Taiwanese dollars uh, ge, ja, uh, vermeld in dit geval. En dan zien we eigenlijk dat vergeleken met tien jaar geleden het bedrijf inmiddels ongeveer vier keer zoveel omzet heeft. En dat het eigenlijk ook wel geleidelijk aangaat. Dat is ook denk ik ook belangrijk om te zien, dat we niet in één keer een verdubbeling hebben en dan weer. Een vermindering. Maar dat het langzaamaan telkens gewoon meer wordt. En dat die stijging er ook nog steeds in zit. Heel belangrijk. En we kunnen wel langer gaan kijken naar deze cijfers. Maar ik denk dat het vooral voor, in ieder geval voor een eerste blik uh, interessanter is om naar de grafieken te gaan kijken. Want dat zien we eigenlijk dezelfde cijfers, alleen dan van de laatste vijf jaar. En ze in ieder geval een stuk inzichtelijker, visueler weergegeven. Nou, we zien de koers wel echt ja, behoorlijk hard toenemen. We zien hier begin uh, 2020, begin vorig jaar dus. We hadden te maken met corona. Um, heel veel bestellingen van chips werden geannuleerd. En na de hand kregen we eigenlijk een tekort, want heel veel, ja, het herstel kwam gewoon veel sneller. Um, er kwamen dus gewoon veel meer bestellingen. Dat was heel positief voor een aandeel zoals TSM. En dat zien we ook dat heel veel beleggers erin geïnteresseerd waren. Nou zien we wel dat ze een piek hebben bereikt eerder dit jaar van rond de 140. En dat het nu al lange tijd zo tussen de 110 en 125 dollar een beetje balanceert. Kijken we naar een PE-ratio. Die is de laatste tijd dus ook wel toegenomen. Lag die eerst nou zo rond de 15 tot 18 of 19. Nu is die dus inmiddels gestegen naar iets boven de 32. Of onder de 32, als we naar het kwartaal gaan kijken. Maar op jaarbasis was het dus wel iets hoger dan de 20 die we zouden willen zien. De omzetstijging hadden we eigenlijk net al een beetje gezien in die tabel. Die zien we hier terugkomen alleen op het kwartaalbasis. De laatste 20 kwartalen zien we wel af en toe een beetje uh, ja, seizoensgebonden. Het vierde kwartaal, zoals ik eerder al zei, is vaak een kwartaal. Als er cadeaus worden gegeven, waar chips in zitten, technologie, zeg maar dat misschien daar TSM daar ook van kan profiteren. Dat is ook telkens het geval. Al zien we de laatste kwartalen wel dat eigenlijk er gewoon continu volop geproduceerd wordt. En ieder kwartaal gewoon een topkwartaal is. We zien ook wel dat niet alleen de omzet stijgt, maar dus ook de winst uh, stijgt eigenlijk mee. Dus dat is in ieder geval ook positief om te zien. Kijken we, dit is specifiek de winst, maar vooral naar de marges. De marge hebben we het straks al over gehad. TSM is uh, ja, vanwege. Het marktaandeel dat ze hebben in staat om marges ooit te verhogen. Uh, dat lijkt ooit minder. Omdat er zijn natuurlijk periodes dat ze weer bijvoorbeeld fabrieken bijbouwen, uh, volop investeren, extra kosten maken. Maar als dat eenmaal gebeurd is, zie je marges weer toenemen. En ik denk marge boven de 50% is heel erg goed. Een netto marge, een netto winstmarge. Van boven de 35% is ook heel erg goed. En dan wil ik tenslotte nog onderaan gaan kijken naar de cashflow. Nou, de cashflow is het geld dat ze eigenlijk vanuit hun activiteiten krijgen. Um, we zien wel dat ze die rode balkjes nog steeds investeringen doen. Dus ze blijven continu investeren, um, nieuwe fabrieken erbij, nieuwe technologie. TSM is natuurlijk bijvoorbeeld een grote afnemer bij ASML. ASML maakt de machines waarmee TSM de chips maakt voor onder andere dus Apple, Intel, AMD, Qualcomm, noem het allemaal maar op. Uh, maakt niet uit als de chips er zijn, als het de vraag er is, kan TSM ze maken. En we zien hier onderaan nog de cashpositie. We zagen straks al dat die eigenlijk best wel positief was. Dat het bedrijf dus relatief weinig schuld heeft. En dat zien we hier ook terugkomen. De cashpositie, de schulden die ze hebben. En uiteindelijk, als ze alles af zouden lossen, hebben ze nog steeds geld over. Heel erg belangrijk, denk ik, in de komende tijd. En voordat ik wil gaan kijken naar een waardering voor dit aandeel. Een waardering wil maken voor TSM. Wil ik je even wijzen op uh, de aanbieding die er nu is. Ik heb deze website dus deze week gelanceerd. En juist de eerste week wil ik dat met jullie vieren. Ik wil degene die als eerste zich aanmelden, natuurlijk belonen. En dus heb ik een speciale aanbieding. Iedereen die nu gebruik maakt van de coupon launch 30 krijgt 30% korting op de bedragen die je hier ziet. Er zijn twee vormen van abonnementen: uh, een jaarabonnement. Of een maandabonnement. Kijk even welke het beste bij je past. Tot nu toe is iedereen zelfs nog voor het jaarabonnement gegaan. Ik denk ook de beste deal. En op deze bedragen krijg je nu dus 30% korting. Als je gebruik maakt van die uh, coupon. Als je abonnee blijft, blijf je ook in de toekomst als het abonnement verlengd wordt, dat bedrag betalen. Dus dat is leuk om te zien. Zeker aangezien er de komende tijd weer updates bijkomen, nieuwe tools bijkomen waar je dan gewoon nog steeds gebruik van kunt maken natuurlijk. Je hebt geen abonnement nodig trouwens. Je kunt ook het gratis abonnement pakken. Dan ben je alleen wat beperkt. Normaal krijg je drie aandelen in de maand. Op dit moment is dat tijdelijk 10 aandelen en je kunt ook de aandelen waarderen. Dus je kunt wel volop testen. Doe dat ook vooral. Mocht je onbeperkt toegang willen maken, dan dus zeker gebruik van de aanbieding die er op dit moment nog is. En die aanbieding is geldig tot het einde van de week, tot en met zondag 5 december van 2021. En ik heb alvast weer mijn verwachting ingevuld voor dit aandeel voor de komende 7 jaar. Standaard voor de 7 jaar dat er analyse wordt gemaakt. De omzetgroei heb ik ingevuld: 10, 12 en 14 procent in die jaren. Dus dat is per jaar. Een netto winstmarge die ongeveer eigenlijk aanhoudt wat ze de laatste tijd, de laatste 10 jaar al hadden: 34 procent, 36 procent, 38 procent. Mogelijk dat ze het eventueel nog kunnen verbeteren, natuurlijk, als ze groter worden, efficiënter gaan werken. Die mogelijkheid hebben om marges te verbeteren. Maar laten we nu even uitgaan van de historische gegevens die we hebben: een free cashflow die om, ja, een beetje langzaamaan richting die marge van de netto-winst gaat. Omdat we dat altijd zien gebeuren op de lange termijn. Zeker als ze misschien in de toekomst iets minder hoeven te investeren. Geplaatste aandelen alle drie de gevallen 0% in elk scenario omdat we dat eigenlijk al hebben gezien dat ze de afgelopen 10 jaar eigenlijk ook niets hebben veranderd aan het aantal uitstaande aandelen. Een PE ratio nu 29. Ik ben uitgegaan van 18, 20 en 22. Dat is in ieder geval een stuk minder dan het is, maar in de toekomst denk ik voor een bedrijf wat ik weet niet hoe of het nog veel kan groeien, maar in ieder geval ik denk dat dit betere PE ratios zijn voor in de toekomst. Free cashflow ratios van 22, 24, 26 procent. Een gewenst rendement van 10% per jaar. Ik kan natuurlijk kiezen voor een breed gespreide ETF over de hele markt te volgen. Heb ik ongeveer 6, 7 procent. In dit geval zou ik, omdat ik één aandeel kies, iets meer rendement willen. Uh, juist om dat risico een beetje af te dekken. 10 procent dus. En het eindeloze groeipercentage, oftewel welk percentage blijft het bedrijf groeien nadat deze analyse er is geweest zeg maar, na die zeven jaar. Ik ben in dit geval uitgegaan van 6 procent, omdat ik denk dat TSM is in ieder geval op dit moment zover we kunnen zien ja meer dan de helft van de markt binnen die foundries hebben ze in handen. Ik denk dat ze genoeg geld verdienen en investeren om dat ook in de toekomst nog vol te houden op die manier. Het is natuurlijk een markt die heel moeilijk is om te betreden. Ook al heb je heel veel geld, dan is het heel lastig om ook de kennis te hebben om een fabriek te maken, uh, alles, al het nieuwste van het nieuwste te hebben. Dus ik denk dat het ja, de mode, zoals Warren Buffett zou zeggen, enorm hoog is binnen deze sector... en dat daarom ook uh, TSM dus eigenlijk in de toekomst een hoger groeipercentage heeft... klikken we dan op analyseren en scrollen we naar beneden... En dan zien we dat het niet helemaal interessant is op het eerste moment. En dat heeft natuurlijk vooral mee te maken dat die nu wel hoog gewaardeerd is. Maar we komen wel in de buurt van de base case... en dan vooral eigenlijk in degene van rond de 110 op basis van de multiple. Dan kun je natuurlijk denken, het is, is niet interessant... Klopt, als we deze berekeningen kijken. Maar we kunnen ook denken: van de komende tijd, zoals gezegd, moeten we meer gaan letten op bedrijven. met een goede schuldpositie. die als het misgaat, makkelijk schulden kunnen aflossen. die daar de capaciteit en de, de, de ja, positie eigenlijk voor hebben. En is het misschien ook wel dat je kunt denken: van ik ben voor dit bedrijf, misschien wil ik geen 9%. Of 10%, maar ik wil 9% rendement per jaar. Dat is altijd nog 2% meer dan de hele index op de lange termijn. Als we dan gaan kijken, dan zien we dat dat behoorlijke impact heeft. Want dat betekent dat we in één keer wel in de buurt komen. Dat we eigenlijk een beetje rond de koers van de base case zitten. En dat wil dus zeggen dat deze bedragen, als we die op dit moment, dat zijn de bedragen die we zouden willen betalen voor het aandeel. Om in de toekomst 9% rendement per jaar te maken. En ja, als deze verwachtingen in ieder geval uitkomen. Nou, dat ziet er dus dan in één keer wel interessant uit. En zeker in combinatie met de cijfers die we eerder al zagen: de schuldpositie, het marktaandeel, noem het allemaal op, is het in ieder geval wel een aandeel dat ik zeker in de gaten ga houden. Maar dit is dus mijn verwachting en mijn waardering voor dit aandeel. Zoals gezegd, we zien wel dat het een bedrijf is dat um, niet heel erg overgewaardeerd is, waar beleggers nog kansen zien op de korte termijn, en ook voor de lange termijn. 9% rendement kun je waarschijnlijk maken als dit soort scenario's uitkomen de komende 7 jaar. Bij een koers van dit moment. Dus het ziet er niet heel onaantrekkelijk uit. In ieder geval een aandeel wat ik in de gaten ga houden. Laat vooral ook weten wat jij ervan vindt. Doe dat via de reacties onder deze video. En je kunt natuurlijk gebruik maken van deze waarderingstool, van alle tools, trouwens die we hebben gezien. Maak gratis een account aan. Maak je eigen waarderingen. Kijk je eigen checklist. Wil je onbeperkt um, gebruik maken van de tools. Neem dan een abonnement en maak dan natuurlijk gebruik van de kortingscode voor 30% korting. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Vond je het een leuke interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om in de toekomst nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.